Yo Nintendo fans, ik ben vandaag op een hele bijzondere plek. Dat zie je nu nog niet, maar als ik de camera zo draai, dan zie je waar ik ben. Bij de Pokémon Company in Londen. Super vet. Ik ga hier een uurtje Pokémon Scarlet en Violet spelen en jullie gaan horen wat ik ervan vind. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer toffe content zoals dit. Ja, dit was super vet. Dit was echt een jongensdroom die voor mij uitkwam als Pokémon-fan, als Nintendo-fan. Allereerst wil ik natuurlijk Nintendo Nederland heel erg bedanken dat ik een keertje mee mocht naar Londen, naar de Pokémon Company. En als jullie nou willen dat ik dit soort vette, exclusieve content kan blijven maken, knal dan die duimpjes omhoog als je dit een vet Nintendo-kanaal vindt en vergeet zeker niet te abonneren. En dan ga ik nu alles delen met jullie wat ik geleerd heb. We gingen natuurlijk niet voor niks. Want zoals ik net al zei, mocht ik Pokémon Scarlet een uur lang spelen. Dat was niet direct vanaf het begin. We werden gedropt in een wereld waar je ongeveer bent als je 3 uur hebt gespeeld. En uiteraard zat deze nieuwe Pokémon Bellibolt gelijk in het team, zodat we hem konden uitproberen. En ik moet je zeggen, hij is echt super leuk en best sterk. Wigglet zat ook in mijn team en ik had de beschikking over Armor Rouge. Maar het eerste wat ik deed was een Lechonk opzoeken en hem vangen. Lechonk is de beste Pokémon ooit. Of is het toch Wigglet? We konden de 3 verschillende paden kiezen. Zo kon je bijvoorbeeld de Titan Path nemen, waar je Titan Pokémon kon vangen. Maar ik koos ervoor om als eerste Victory Path te doen, waar je gymleaders moet verslaan. En terwijl ik over de map begon te lopen, want je kan daadwerkelijk gaan en staan waar je wilt, kwam ik de Grass Gym tegen. De Grass Gym van Brassius. En ja, deze gast had een leuke Terrestrialize truc. Ik ga niet zeggen welke Pokémon hij gebruikte, maar een bepaalde Pokémon die normaal geen Grass-type was, was toen opeens wel een Grass-type. Je kan sandwiches maken. De eerste keer dat ik er één maakte, werd ik door iedereen uitgelachen. Ja, ik was gewoon aan het spammen en daardoor viel al mijn ham en mijn augurken naast mijn broodje. Vonden ze heel erg grappig. Ik was de eerste die gefaald had bij het maken van een sandwich. Door het maken en gebruiken van deze sandwiches krijg je volgens mij XP. Maar wat misschien nog wel leuker is, is dat je de kans groter maakt een bepaald type Pokémon tegen te komen. Heel handig als je bijvoorbeeld wil gaan hunten voor een bepaalde Pokémon of wil shiny hunten. Er zijn 2 dingen die ik zo fijn vind. En dat is dat je je Pokémon gewoon in de wereld kan gooien en dat zij dan zelf een battle gaan doen voor je zonder dat jij commando's hoeft te geven. Jij kan ondertussen gewoon doorlopen en op zoek naar items en dat soort dingen. En als jouw Pokémon bijvoorbeeld 3 wilde Pokémon tegenkomt en ze allemaal aan kan, dan gaat hij die Pokémon ook verslaan voor XP. En droppen ze dan items, dan pakt jouw Pokémon die nog op ook. Super chill. Iets anders wat het leven in Pokémon echt heel veel beter maakt, is het healen. Als je namelijk naar het menu gaat, dan kan je door te drukken op het minnetje in 1 keer al jouw Pokémon healen. Zonder dat je zelf alle potions, paralyze heals en dat soort dingen tevoorschijn moet halen. Dat scheelt echt veel tijd en is gewoon super chill. Ik heb met 3 andere spelers een raid battle gedaan. En die zijn ook veel chiller dan de raid battles die we kennen uit Pokémon Sword en Shield. Je hoeft namelijk niet langer te wachten totdat iedereen zijn beurt heeft gehad. In plaats daarvan kan jij gewoon je aanval doen en kunnen je medespelers ook een aanval doen. Zonder dat je op elkaar hoeft te wachten. Ik weet het niet zeker, maar wij hebben een 4-sterren raid gedaan. En het leek wel alsof die iets moeilijker was dan in Pokémon Sword en Shield. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. En hebben we de Pokémon gewoon gevangen. Je kan op ieder moment je camera tevoorschijn halen en selfies maken. En dat is best tof, want wij hadden ongeveer toegang tot 1/5 van de map. En eigenlijk voelde heel die map
Als een soort van Wilderia. Je kon echt gaan en staan waar je wilde. Dat kon je gewoon doen door te lopen. Maar wij konden ook Coridon gebruiken. In de gameplay die je nu ziet, zie je trouwens Miraidon. Maar dat maakt niet uit. Je kan op Miraidon vliegen, zwemmen en rijden. In de vorige Pokémon games had je vaak nog een beetje moeite als je een heuveltje op wilde. Maar nu gaat het allemaal veel sneller, veel soepeler. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het wereldrecord wordt van iemand die heel de Paldea-regio heeft rondgereden. Oh, en dit is trouwens hoe onze Titan Challenge begon. Als je dat gebied inloopt, krijg je eerst een melding van je gaat nu een gebied in en dit gaat er gebeuren. Weet je zeker dat je hier naartoe wilt? Ik heb dat dus uiteindelijk niet gedaan, omdat ik na de Victory Path koos voor de Team Star Path. Als eerst moesten we een challenge doen en dat was 30 Pokémon verslaan. Ik gooide gewoon de 3 Pokémon die ik had meegenomen eruit en die gingen zelf battelen. Dat was nog niet echt heel moeilijk. Het kan ook zijn dat we te sterke Pokémon hadden natuurlijk, want wij hadden wel sterke Pokémon, omdat we dan lekker snel door de demo heen konden. Dus het verslaan van in totaal 30 Houndooms en Torkoals, dat was niet zo moeilijk. Maar toen kwam de battle tegen de baas van de Team Star Fire Crew, Mella. En daar mag ik nog niet te veel over zeggen, maar ik had er wel meer moeite mee dan met de challenge zelf. Oh, en trouwens, toen ik met Miraidon zo de arena insprong van Team Star, toen werd ik dus buiten de basis gezet. En toen vroegen ze van, hey, kan je niet gewoon even lekker aanbellen of zo? Ja, vond ik grappig. Als je je Pokémon hield bij het Pokécenter, dan zag dat er trouwens ook echt superleuk uit. Kijk maar. Maar doordat je je Pokémon nu ook zo makkelijk zelf kan healen met items door 1 druk op de knop, vraag ik me af hoe vaak ik nog bij de Pokémon Centers ga komen. Nou ja, het is natuurlijk wel gratis daar om je Pokémon te healen. Ik blijf toch een Nederlander, hè? Oh, en trouwens, ook superleuk als je nu foto's maakt of niet. Er zijn emotes. Ik ben benieuwd of je ook emotes vrij kan spelen op den duur. Dat zou best wel cool zijn. Dat jij bepaalde emotes hebt die iemand anders niet heeft. Dan kan je lekker stoer doen als je samen gaat spelen. Oh, en trouwens, over dat terrestrializen, dat ziet er best wel cool uit. Kijk maar even mee. Ja, en een van de dingen waar ik het meest hyped voor ben, zijn de customization opties in Pokémon Scarlet en Violet. Je kiest niet langer één bepaald poppetje en kan dan alleen maar de haar en de outfit aanpassen. Je kan nog veel meer aanpassen. Kijk hier maar naar. Je kan de vorm van de ogen aanpassen, de wenkbrauwen, de mond, de lippen. Je kan sproetjes meegeven. Eindelijk zijn er veel meer opties om jouw personage er echt uniek uit te laten zien. Ik vond het zo onwijs tof om nu al bij de Pokémon Company Pokémon Scarlet een uurtje te mogen spelen. Vond je dit nou een vette video en wil je dat ik dit vaker doe? Blijf dan die duimpjes omhoog doen. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!